nog over te spreken over de ritselverschillen. We gaan kijken naar rit nummer 1, waarin de lijstaanvoerder Sigel moet aantreden tegen deze man, Eric Flame. 4 jaar geleden won Flame hier op dezezelfde Olympic Oval de zilveren Olympische medaille op de 1500 meter. Hij is een man die zeer sterk terug is gekomen. Met een prima tweede plaats op de 500 meter maakte hij genoeg verschil om na de 14e plaats op de 5 kilometer toch nog vierde in het klassement van twee afstanden te staan. Onderling verschil tussen Flame en Sigel op deze 1500 meter. Precies 3 seconden in het voordeel van de Italiaan. Vorig jaar tweede bij het wereldkampioenschap. En goed gestart, Sigel tegen Flame. De baan ziet er fantastisch uit. Het ijs is glimmend, olieachtig, om maar eens een cliché te gebruiken. En we verwachten eigenlijk met z'n allen dat er toptijden gereden worden. Zoals het gisteren het geval is geweest, zou dat ook vandaag op de 1500 meter weer moeten gebeuren. Zij aan zij, Flame en Sigel. Op weg naar de eerste 300 meter. 24-7. Een mooie, snelle opening. We weten natuurlijk dat het wereldrecord 4 jaar geleden werd gevestigd, ook op deze baan, nog altijd bestaat. Het record van André Hofman, 1.52.06. En het zou wel eens kunnen zijn dat we in de buurt komen vandaag. Sigel neemt een kleine voorsprong op 700 meter. En noteert een rondje van 28.2 met een tussentijd van 52.9. Dan is hij 3/10 seconde langzamer dan de tussentijd die Hofman 4 jaar geleden naar het wereldrecord bracht. Het zou voor het eerst in de geschiedenis van het schaatsen zijn dat een Italiaan nummer 1 zou worden tijdens een groot toernooi. Zover is het al niet, maar de kansen zijn daar. Maar Flame knopt terug. Komt er weer naar. Sigel op 1100 meter nog net aan de leiding. Rondje 29-3, dat is goed. 1-22-3, 17 seconden langzamer dan het wereldrecord. Maar een uitstekende tussentijd. En dit gaat een hele mooie eindtijd worden. Als Sigel tenminste die laatste binnenbocht goed doorkomt. Als hij dat kan, dan gaat hij de rit winnen. Dan gaat hij Flame verslaan en dat doet hij. Heel mooi komt daar Sigel uit die laatste binnenbocht. En dan krijgen we hier de eerste tijd op de 1500 meter. En het is een absolute toptijd. 1.52.38. Een nieuw persoonlijk record van Roberto Sigel. Een nieuw nationaal Italiaans record ook. En 1.53.19 voor Eric Flame. Ook dat is natuurlijk een prima prestatie. Maar die 1.52.38 van deze kleine 25-jarige man uit Baselga di Pine in Noord-Italië, die staat, dat is een scherpe tijd, daar zullen er maar heel weinig mee in de buurt kunnen komen.